Een lekkere borrelsnack is zo gemaakt. Deze gerooste amandelen staan ongeveer in 30 minuutjes al op tafel. Allereerst verdeel je de amandelen over de bakplaat. En dan gaan ze in een voorverwarmde oven op 180 graden gedurende ongeveer 15 minuten. Dan doe je de amandelen in een kom. Daar gaat een klontje boter bij. Vervolgens gaat daar zout overheen en paprikapoeder. In dit geval heb ik het geroosterd paprikapoeder gebruikt, maar je zou ook gewoon paprikapoeder kunnen gebruiken. Dit roer je allemaal goed om. Dit gaat dan weer over de bakplaat. Laat je ongeveer 2 minuten in de oven drogen en dan schep je ze over in een schaaltje. Laat je afkoelen en dan heb je een heerlijke, gezonde snack. Eet smakelijk!